Yes, hallo allemaal. Dit keer geen update vanuit de auto, maar vanaf een super mooie, rustige camping in Frankrijk. Ik zit nu bij het zwembad en dit leek me een mooi moment om even mijn update te delen. En dan met name het achtergrondverhaal over rennen. Nou, rennen die is vorige week uitgekomen en het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn, want hij wordt echt super fijn gestreamd. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb ook al wat berichtjes gekregen van mensen, of nou ja, best wel veel berichten eigenlijk. Het verbaasde me ook. Van mensen die zich erin herkennen. En met name de boodschap daarachter. En nou ja, het woord bindingsangst heb ik natuurlijk een paar keer laten vallen. En het bleek jullie ook niet vreemd te zijn. Dus ik dacht, het is fijn om ook even te laten weten wat mijn beweegreden is geweest achter het nummer. Ik denk dat ik ongeveer 3 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven van rennen. Dat was nadat mijn relatie van 4 jaar uitging. Ik had weer wat meer vrije tijd, vrijheid. Ik zat in een andere vibe. En ik was sowieso toen in de periode dat ik begon met liedjes schrijven. Ik had heel veel ideeën en heel veel onderwerpen waar ik mee aan de slag wilde. Maar dit was eigenlijk een onderwerp wat op dat moment heel erg centraal stond. En dat had dus met name te maken met het feit dat ik, omdat mijn relatie uit was, ook weer aan het daten sloeg. En nou, ik ben nu 28, dus ik was toen 25. Dus ik was eigenlijk vrij jong en ik merkte, dat is het gekke, ik was jong en ik had zin om te daten. En ik kwam ook allemaal andere jonge mensen tegen. Maar toch voelde ik me oud en verder dan ik had verwacht. En met name op het gebied van bindingsangst dus. En dat had er vooral mee te maken dat ik natuurlijk een relatie van 4 jaar had gehad die prima verliep in mijn ogen. En waarvan ik ook dacht dat alles waar ik vroeger tegenaan liep, dat het weg was. Maar dat bleek niet zo te zijn. En dat merkte ik met name aan als ik dan aan het daten was, en dat is ook wat rennen een beetje omschrijft. Dat ik best wel snel dat gevoel van benauwdheid kreeg. Zeker als ik iemand... als iemand leuker bleek te zijn dan ik had verwacht. Dat is ook al vaak met dates die je dan bijvoorbeeld via Tinder hebt of zo. Dat je denkt, nou ik zie het wel. Je gaat er eigenlijk al een beetje vanuit. Of tenminste, ik ging er altijd vanuit. Van nou, dat is toch niks. Maar soms was het wel zo. Weet je, of je kwam iemand ergens anders tegen. En daarna ging je op een date. Dan merkte ik op het moment dat ik iemand leuker vond dan ik verwacht had. Dat er een soort angst naar boven kwam. Die ik lang niet meer had gevoeld, maar die ik wel heel goed herkende van vroeger. En dat was dus die oude bindingsangst. En wat dan het gekke is, in een rennen zeg ik... ik vraag eigenlijk aan degene, aan de andere persoon... Als je in de buurt blijft, dan loop ik jou wel tegemoet. En dat is eigenlijk de vraag die ik stel. Blijf bij me in de buurt, weet je, dan komt het wel goed. En het gekke is dat ik die vraag eigenlijk nooit heb gesteld. Of dat ik dat nooit hardop heb gezegd op die manier. Ik ging namelijk altijd veel te snel. Ook op het moment dat ik dacht, ik moet misschien wat afstand nemen, want dit is iemand die ik leuk vind. En daar krijg ik een beetje kriebels van, dus ik een beetje eng. Was ik eigenlijk tegelijkertijd ook altijd bang dat diegene wegging. En dat ik mijn kans dan verspeelde op het moment dat ik zelf losliet of rustig aandeed. Later leerde ik, ik heb daar een boek over gelezen, Liefdesbang van Hannah Kuppen. Ik leerde dat bindingsangst hand in hand gaat met verlatingsangst. En daar was ik wel langer bekend mee. Dat aspect van mijn leven, dat is mensen misschien ook wel bekend. Ik ben natuurlijk mijn ouders vroeg verloren op jonge leeftijd. En nou ja, goed, daar hoef ik verder nu niet over uit te wijden. Maar ik denk wel dat het dan logisch is dat verlatingsangst natuurlijk ook in mijn woordenboek voorkwam. En ik moet zeggen dat ik daar wel heel veel begeleiding bij heb gehad. Hele goede begeleiding ook. Maar dat ik me niet had gerealiseerd dat bepaalde aspecten daarvan toch terug konden komen op het moment dat ik weer zou beginnen met daten. En dat die bindingsangst hand in hand zou gaan met die verlatingsangst. Als je daar meer over wil weten, dan raad ik je sowieso aan om het boek te lezen. Er is ook een heel mooi werkboek van, Liefdeskunst heet dat. Dat heeft me ook heel erg geholpen. Maar in die periode van mijn leven merkte ik dus heel vaak dat ik eigenlijk heel graag wilde. En ik wilde het ook eigenlijk heel erg leuk hebben en lekker daten. Maar steeds op het moment dat ik iemand leuk vond, kwam er een soort... En dat waren dan vaak trouwens, want dat merk je ook vaak. Mensen die in hetzelfde, een beetje in hetzelfde schuitje zaten. Dus mannen die
Maar ja, het woord toxic ken ik natuurlijk ook wel. Dus mannen die ook bepaalde dingen hadden meegemaakt, waardoor ze bepaalde gedragingen hadden, waardoor ik juist extra angstig werd dat ze weg zouden gaan. Want in feite deden ze dat natuurlijk ook, omdat ze niet capabel genoeg waren om te blijven of om rustig af te wachten. Dus iedereen eigenlijk die niet stabiel was, die werd aantrekkelijker voor mij. En zo kom je in een soort cirkeltje terecht. Want naarmate de tijd verstrijkt en naarmate je vaker gaat daten en naarmate ik in ieder geval mijn leven weer op de rit had en mijn eigen huis had en ik wilde meer stabiliteit, merkte ik van ja, nu wil ik het, maar nou weet ik niet hoe. Hè? Want als ik dan aan het daten sloeg, merkte ik dat ik nog steeds die oude patronen had en nog steeds uiteindelijk eindigde met degene die dezelfde bindings- en verlatingsangst hadden als ik. Dat patroon heb ik uiteindelijk doorbroken. Door middel van onder andere die boeken. En het kost best wel wat zelfwerk. Self-care ook. En lezen. Maar gelukkig had ik daartoe de tijd en de ruimte voor. En dat heeft er echt voor gezorgd dat er heel veel dingen in mij veranderd zijn. En in balans zijn gebracht. En nou ja, tot rust zijn gekomen. En uiteindelijk heb ik nu zelf ook een hele fijne relatie. Waar ik heel erg van geniet. En waar ik nog steeds soms wel tegen dingen aanloop in mezelf. Maar dat is ook denk ik een proces van leren en leren vertrouwen. Maar dat specifieke stukje van dat je dus met iemand bent. Dat moment dat je iemand zo leuk vindt. En je weet nog helemaal niet waar het naartoe gaat. Je weet nog helemaal niet of het voor langere termijn is. Maar gewoon het gevoel dat aangewakkerd wordt in jezelf. Van ik vind iemand nu heel interessant. Misschien zou het wel eens iets kunnen worden. Dat is eigenlijk wat ik met rennen heel graag wilde brengen. En wat ik aan iedereen wilde meegeven, zeg maar. De vraag die je natuurlijk moet stellen aan de ander is, joh, wacht even. Even rustig aan. Weet je wel, als je het gevoel hebt dat die angst opkomt, vraag het aan de ander. En als de ander daar niet mee om kan gaan, dan is diegene het niet voor jou, niet capabel genoeg. En dat is in ieder geval de les die ik heb meegekregen. En ik zou willen dat ik het destijds vaker heb kunnen zeggen van, joh, hey, relax, laten we even rustig aandoen. Maar goed, je zit natuurlijk niet voor niks met al die gevoelens. Dus vaak lukt dat je juist op dat moment niet. Maar ik hoop wel dat ik daarmee mensen toch iets heb kunnen meegeven. Ja, door middel van het nummer. En los daarvan ben ik natuurlijk heel erg blij met de productie en de uiteindelijke tekst. Wat het natuurlijk een heel mooi liedje heeft gemaakt en wat het hartstikke catchy en leuk maakte. Maar de boodschap, dat is eigenlijk waar het voor mij om draaide. De clip komt er bijna aan. Ik kan niet wachten om dit met jullie te delen. Daar zit ook een verhaaltje achter natuurlijk. Wat hierop aansluit. Maar die komt morgen. Ik wens jullie nu in ieder geval een fijne avond.